Alexander Bielica, als ik overdrijf moet je het zeggen hoor, maar was dit de perfecte wedstrijd? Nou, ik denk verre van perfect. Ik denk dat de uitslag goed is en bij Vlaag goed voetbal. En, nee, ik ben echt niet. Ik ben er niet mee eens als het een perfecte wedstrijd is. Kijk, uitslag 3 punten, dat is belangrijk. Maar ik denk dat wij echt minimaal de helft nog beter kunnen dan wat we nu gepresteerd hebben, denk ik. Ja, ik bedoelde met name jouw eigen spel, want ik vond je wel heel goed spelen vandaag. Ja, bedankt. Ja, ik was gewoon goed geholpen door het team ook. En, ja, de ene keer blinkt iemand uit, de ene keer ben ik het, de andere keer zal iemand anders het zijn. Maar uiteindelijk, ik denk gewoon een goede teamprestatie en ja, ik denk dat deze 3 punten ons zeker deugd doet. Ja, wat voor cijfer zou je zelf geven? Nou, geen. Ik ben blij dat ik het team met mijn individuele kwaliteit heb kunnen helpen. En ja, zoals ik net zeg, de ene keer zal ik het zijn, de andere keer iemand anders. Dus vandaar ook dat het teamsport en, ja, ik ben blij met de 3 punten. Van de rest, mezelf kan dat even inzetten. Het spel voor rust was rommelig van beide kanten. Tweede helft ging het, denk ik, vooral na die 2-0, kwam er wat ontspanning in de ploeg. Ben je het daar mee eens? Ja, ik denk dat je dat goed omschreven hebt. 1-0 is toch, ja, het is gewoon, je weet dat ze gaan komen. We hebben wat ruimte gekregen. We zijn er af en toe goed uitgekomen. En, ja, na die 2-0 is het een beetje opluchting. En dan zag je ook dat er heel veel nog meer ruimte ontstond en moesten. En wij kregen de ruimte. En, maken de 3-0, ik denk dat we nog misschien meer goals hadden kunnen maken. 1-2 penalties misschien erbij, maar al bij al denk ik dat we gewoon tevreden moeten zijn met de resultaten. En hard moeten werken op naar volgende week. Je bent terug op Nieuw-Zuid, na geloof ik meer dan 20 jaar. Hoe bevalt het? Ja, ik word net toevallig 18, maar ja, ik ben blij. Weet je, het is hier in de buurt bij mij. Ik voel me hier goed. Leuke team, leuke jongens. En ja, als je elke wedstrijd voor hoeveel 1000 man speelt hier, weet je, daar doe je het uiteindelijk voor. En, ja, ik denk dat je dit niet bij elke club hebt, dus ja, ik ben blij. Wat weet je nog van die periode toen je als kleine jongen hier voetbalde? Ja, al die jongens waar ik mee voetbalde, die zijn nu ook, tenminste, die zijn nu ook bij de supporters allemaal en die kijken ook allemaal, weet je. En ja, dat is toch mooi, weet je. Dat, ik voel me hier gewoon thuis en ja, wat ik zeg, ja, doet me deugd. Ga je dan zo meteen met die jongens nog even bijpraten en een klein drankje doen? Ja, oud team groot. Ja, zeker. Ik denk dat we als team gaan we zo naar boven met de supporters, met de businessclub ook. En ja, even een drankje erbij. En, goed herstellen, op naar maandag en dan hard werken richting volgende week. Tot slot, jullie staan derde. Er is hier en daar wel wat kritiek op jullie spel. Ja, wat is er mogelijk voor jullie? De prestaties zijn toch vrij aardig, maar ook de eerste helft laat ook wel weer zien dat er, en dat heb je net ook gezegd, ruimte voor verbetering is. Wat voor mogelijkheden zie jij voor Quickboys? Ja, kijk, ik denk dat de kritiek terecht is. Kijk, we winnen, we hebben in principe wel goede resultaten. Maar af en toe toch, als ik zie Hardenberg, Katwijk en ook vandaag bij Vlagen. Alleen, ja, weet je, kijk, als er kritiek is en je staat nu derde en het gaat alleen maar beter, denk ik dat het een mooi seizoen kan worden. En er is heel veel individuele kwaliteit, alleen ja, mensen gaan ook meer vertrouwen voelen nu, dus op een gegeven moment als dat eruit gaat komen, joh, dan ja, ik denk dat we gewoon een hele sterke selectie hebben voor dit jaar. Dankjewel, en volgende keer zal ik iets voorzichtiger zijn met complimenten aan het begin. Bedankt. Dankjewel. Goedjes, hè.